Ze zien er op televisie heerlijk uit, maar ik kan u verzekeren, kijk, in het echt zien ze er nog veel beter uit. En de renner voor wie ze zijn, je ziet hem hier naast mij zitten, Thomas de Gent. Thomas, ze zien er zalig uit. Maar dat zijn ze ook. Zeker in een grote ronde, als er iemand wint, dan durft al eens op tafel komen of bij een rustdag of zo. En ik kan zeggen, zelfs in een grote ronde, dan smaakt dat ongelooflijk hard. Ik vind het wel. Jij wordt hiermee geassocieerd. Ik weet dat jij zakken M&M's meepakt naar de Tour. Let jij daar een beetje minder op dan je collega's of hoe moet ik dat zien? Maar die M&M's, dat is ook alleen maar in een grote ronde. Buiten een grote ronde eet ik dat eigenlijk zelden. Ribbekes, dat is nu nog iets anders. Dat durf ik al een keer van eten. En ja, vandaag gaan ze mij ook zeker smaken. Ik denk, als ik zo een kok voor een wielerploeg, dat moet gezond zijn, meestal. Dat moet lekker zijn, maar dat moet ook afwisselend zijn op zo'n lange stage, in een lange grote ronde. Ik denk dat dat eigenlijk heel belangrijk is. Ja, maar Carol is er ook wel heel goed in geschoold. Die kijkt zelf af en toe nog eens een cursus in. Die volgt niet echt lessen, maar die maakt er wel studies over. En alles is heel gevarieerd, maar af en toe moet je kunnen zondigen. En in zo'n grote ronde is het zelden dat wij drie keer hetzelfde eten. Dat kan wel eens op 21 dagen tijd dat je twee keer hetzelfde eet. Maar grotendeels is het wel iets anders. Of met een kwinkslag. Het is altijd smakelijk. Ik stel voor dat je er ook eentje afneemt. Want je hebt ondertussen wel grote honger gekregen, denk ik. We gaan dat met allemaal delen. Nog één vraagje daarover. Wanneer eten we? Want de kok zei, we eten ribbetjes wanneer er gewonnen wordt. Wanneer eten we ribbetjes voor Thomas de Gent in 2018? Liefst zo vroeg mogelijk. Oké. Ik wens het je toe. En de mensen mogen mee eten, want de mensen die hier aan tafel zitten, die hebben een wedstrijd gewonnen. Die hebben geraden voor wie dat filmpje was, over wie dat filmpje ging. Mensen van Captains of Cycling en Facebook-vrienden. En een van die Facebook-vrienden die zit daar, Eddie de Vos, jij bent niet zomaar een Facebook-vriend. Jij hebt nog lesgegeven aan Thomas de Gent in de wielerschool. En toen was dat ook al het geval. Ja, inderdaad. Thomas heeft in de loop van de jaren zijn ribbekezeter reputatie al eer aangedaan. Het is namelijk zo dat hij als student bij ons in de wielerschool in Ronsen al de woensdag, de traditionele marktdag in Ronsen, om 11:55 zat Thomas al op zijn stoel te wringen. En om 12:00 was hij met Ribbe de Bee achter ribbekes op de markt van Ronsen. Dus ja. Het zit erin en het zal er altijd in blijven, denk ik, dat hij dat graag eet.